ben een verdedigend ingestelde speler. Dus ja, gewoon proberen de balans te bewaken en zorgen dat de organisatie goed staat. En zorgen dat we zo min mogelijk kansen weggeven. En dat we, ja, daar hebben we een aantal spelers voor die dat moeten bewaken in het team. Voor jou geen omhalen, ingewikkelde trucjes? Goed, iedereen heeft zijn kwaliteit en die liggen daar niet. Nee. Waarom zouden mensen naar Scheveningen moeten komen? Nou ja, allereerst beachhockey is natuurlijk een hele mooie sport om te zien. Er gebeurt veel goals, veel schoten. Nou, het is ook wel leuk om je eigen land een keertje te zien winnen in eigen land. Hoe belangrijk is support van veel publiek? Nou, je hebt vorig jaar wel gezien, toen hebben we de kwalificatie in Nederland gedaan. En dan merk je wel, als het land achter je staat, dan geef je echt extra kracht als land. En, ja, goed, dat hebben we echt nodig, denk ik ook. We willen promoveren naar de A-pool en ja, daar heb je steun van de mensen van nodig. Wat verwacht jij van jouw team op het EK? Ik verwacht dat wij gewoon van winnen. En ik denk dat dat ook reëel is en ik denk dat we dat ook verplicht zijn aan onszelf. Vorig jaar hebben we de promotie gemist. Had wel ja, pech, moet je niet zeggen, maar goed, het had wel wat oorzaken. En ik denk dat we nu een stuk verder zijn en ik denk ook dat we er echt klaar voor zijn.